Wat eten we vandaag met Vincent? Hallo! Wij denken ook aan het klimaat hier thuis. En één keer in de twee maanden doen wij hier een vegetarische avond. En dan halen we een visje of maken we lekker courgette schotel. Of net zoals vanavond doen we gewoon spaghetti. Zo uit de losse pols. Want ja, stel je voor dat je naar buiten loopt en dat je denkt, hey, dit weer is heel anders dan dat het gisteren was. Maar ja, want dan kijk ik in principe gewoon altijd naar buiten. Als ik wil weten wat voor weer het wordt, dan luister ik niet naar een of andere mogol op tv die mij dan gaat vertellen welke records er nu weer gebroken zijn. Als ik de Olympische Spelen had willen kijken, had ik ze wel gekeken. Zelfs niet met die mogolen in een rolstoel. Dus ja, kan je je voorstellen hoe serieus ik dat allemaal neem. Verder doe ik er gewoon lekker zongedroogd tomaatje bij. Pasta pesto wordt het vandaag, zie je dat? Zongedroogd tomaatje, pijnboompitje, olijfolietje en parmezaanse kaas flik je erin. En dan knal je hem zo naar binnen. Ik wil jullie best ook wel meenemen in het hele verhaal. Zullen we dat doen? Okay. Nou, we beginnen natuurlijk met spaghetti. En dan zie ik jullie denken van ja, maar hoeveel spaghetti moeten we dan per persoon doen, Vincent? De meeste mensen zeggen nou 100 gram per persoon. Maar ik heb dan ontdekt dat als je dan geen varken bent, laat maar zeggen, dat je prima met 80 gram per persoon uit de voet kunt. En zelfs dan flikker ik nog weg. Dus ja, ik weet het verder niet. Een beetje olijfolie. Pijnboompitje aan fruiten. Als je bij jezelf denkt van, heb ik al genoeg pijnboompitten? Je dief straal je gewoon veel meer pijnboompitten erbij. Dan gaat het lekker naar pijnboompitten. Lekker schudden. Gaan we de basilicum raspen. Kleine tip van mij. Als je wil dat de plant lang meegaat. Hallo, dan moet je alleen de grote blaadje pakken. Ja, hallo. Of niet, moet jij lekker weten. Ik ben lekker aangevraagd. Zou ze eventueel ook aan laten kunnen staan, maar dan verbranden ze en dan kan je wat anders gaan eten vanavond. Af en toe natuurlijk even een klein slokje nemen. Ondertussen snij je even een lekker zongedroogd tomaatje voor de lekker zongedroogde tomatensmaak. Doe je als side dish, hè? Of niet per se erop. Voor de mensen die niet van zongedroogde tomaat houden, dat ze denken van, hé, zit zongedroogde tomaat in mijn pasta pesto. Wat fuck? Hi, ik ben Diane, het dochtertje van papa. Het dochtertje van papa. En hij is heel erg lief. Vind ik het tussendoor altijd lekker om even een plakje om in mijn bek te houden. Klimaat. Mijn boom pitten erbij. Hoppakee. Parmigiano. Klutselaar. Natuurlijk. Altijd even proeven of de balans tussen de blaadjes, de nootjes en de tering oude koemelk goed is. Mm. Er kan best nog wat peper en zout bij. Haha, peper en zout, peper en zout. Yeah, baby. Als je denkt, doe ook nog even een lekker vers cherry tomaatje bij. Dan doe je er toch lekker een vers cherry tomaatje bij. Dan moet jij lekker weten. Helemaal loco. Tomaat. Ja, en dan natuurlijk het allerbelangrijkste van het hele verhaal. Pasta koken. Water in de pan. Het moet altijd 100 graden zijn voordat je spaghetti erin flikkert. En als je twijfelt van, joh, is het water wel 100 graden? Dan moet je gewoon even voor een klein kwartiertje je rechter kutlip erin hangen. Een klein slokje tussendoor. Ah, nou, deze kookt flink hoor. Ah, niks meer aan doen. Ah. Break it, motherfucker. Dan een minuutje of 8 à 10 laten staan als je hem graag al dente wil hebben. Je kan hem ook inschalen op 30 minuten of zelfs 60 minuten als je lekkere spaghetti pap wil hebben. Pesto doen we alvast in de schaal, want hier gaat zo meteen de gekookte spaghetti bij. Pasta klaar. Afgieten maar. Oké. Kijk eens hoe lekker dat eruit ziet. 1, 2, hutsen, roeren. Kleur het op een roze bord zodat iedereen zich gezien voelt. Zon tomaatjes eroverheen. En een paar echte verse pijnboompitjes om het af te maken. Binnen een handomdraai gepiept. Smakelijk.